Moe en vrouw, van harte gefeliciteerd met uw bruiloft en nog vele jaren in goede gezondheid. Proficiat. Esther? Ah ja, ja. Lilian en Robert, mogen we van harte proficiat wensen voor de 65 jaar het oud. Ben dat te weten gekomen. En spijt ervan dat we met elkaar zo niet meer zien. Maar dat gaan we wel weer komen, zeker. Hey, en we gaan toch een keer vieren. Ja? Ah, hey, wat moet jij zeggen? Ja, goed, ik ben erbij. Wordt je goed? Wordt je broek, hè? Een jaar kun je erbij? Allee, jammer niet. Ja, ik heb nog te horen dicht en bakken. Ja, ja. Dat is ook dat er nog hoger schiet van mij, dat is van de groep. Dat we een koen beneden, man. En de groep dan de jongens. Ja. Goed. Bye bye. Ah, dag Robert en Lilian. Je peinsde verzekerd dat mijn bedrijf en Mullenbeke van niets wist niet. Maar in Noes Gazette, de weekbode. In de weekbode, in ja. De weekbode stond er dat je er vandaag... Van heel West-Vlaanderen. Ja, heel West-Vlaanderen weet dat ondertussen. Dat je er vandaag 65 jaar getrouwd zit. Dus bij deze van Noes, tweetjes, een hele dikke proficiat. Een hele grote dikke proficiat. Een hele, van al die jaren, mekaar, dat is wel iets een grote prestatie. Dat is een hele grote prestatie, maar hoe heb je het zo weten, ik. Nu, drink er nog goed in op. 1, 2 of 3 of 4, het is zo geluk. En we hopen dat we elkaar nog een keer weer zien in 2021, misschien weer met een eentje. Eh? Maar in ieder geval, geniet vandaag van Oudere Dag. En veel plezier en we zien wel het naast jaar. Salut! Dan een dikke proficiat, hè? Ja, ja. Dikke proficiat. Hey, Mimi en Pepe. Met dit filmpje willen wij jullie een heel gelukkige 65e huwelijksverjaardag wensen. Amai, een hele mond vol. Hopelijk hebben jullie veel felicitaties gekregen. Dikke zoenen van ons allemaal. Dag! Dag Mimi en Pepe, gefeliciteerd met de 65e huwelijksverjaardag. Het is jammer dat we het niet kunnen vieren, maar na de corona zullen we dat nog wel een keer doen. Tot dan, hè. Veel groetjes van Thibaut. Hè. Dag Mimi en Pepe, hartelijk gefeliciteerd met jullie 65e huwelijksverjaardag. Hopelijk tot snel, want ik mis jullie heel hard. Dada! Dag tante Lilian en onkel Robert. Proficiat met jullie 65e huwelijksverjaardag. Ik ben ervan overtuigd dat jullie in normale omstandigheden vandaag zouden vieren met de ganse familie en de nodige bubbels. Helaas heeft corona daar een stokje voor gestoken en het woordje bubbels heeft nu een heel andere betekenis gekregen. Geniet ervan vandaag om samen herinneringen op te halen van de voorbije 65 jaar. Wat jullie plannen ook zijn, geniet van een mooie dag.
Ik heb een gedichtje geschreven speciaal voor jullie, Lilian en Robert. Lang geleden stonden jullie daar als jong, stralend huwelijkspaar in goud en glitter. Maar vandaag is jullie liefde als briljant geschitter. Het leven samen is heel bijzonder, vooral als jullie al zo lang dingen delen. Dat is echt een wonder. Jullie zijn ook goede ouders geweest voor Marleentje. Ik zou ze niet meer willen missen, ze is er mijn eentje. 65 jaar lang, met pieken en dalen, wij, Luxe en ik, hopen het ook te mogen halen. Veel liefst, een goede gezondheid, en laat ons allemaal eentje drinken erop. Santé! Lang zal ze leven, lang zal ze leven in de kopie. Ja, in de kopie. Ja, in de kopie. Ja, hippe de piep, hoera! Hippe de piep, hoera! Hippe de piep, hippe de piep, hoera! Gelukkig verjaardag, Mimi en Pippi. Dag Lilian, dag Robert. Hey, Stefan hier. Allee, kennen jullie me nog? Een paar kilo's lichter, maar toch even 65. Dikke proficiat. En doe je nog veel jaren bij samen. En hou het gezond in deze bizarre tijden. En we zien elkaar zeker en vast nog eens. Top. Dada. Lilian en Robert, een goed verjaardag, 25e verjaardag, van hun tra en nog veel, veel geluk. Ja. Ja. En Santé. Van ons ook allemaal, van de kinderen, een dikke proficiat. Ja, ja. Dikke proficiat, minder 65 jaar huwelijk. Ja. Groetjes van ons. Van de smeekers. Salut. Hoi. En we hebben er al die goed opgepakt. Ja. Salut, gefeest. Ja. Nee. Dag. Dag. Veel plezier! Robert en Lilian, we wensen jullie het beste. Spijtig dat de feesten niet deuren gaan, maar we willen ons thuis heel op uitgaan. Santé. Santé en het beste. Proficiat. Jo. Draag nog. Dag Robert. Dag Lilian. Een ongelooflijke dikke proficiat. Met jullie 65ste huwelijksverjaardag. We duimen dat jullie nog vele jaren samen in jullie nestje kunnen blijven wonen. Geniet van jullie dag. Maar houd vooral gezond. Zodat we deze zomer, als corona eindelijk voorbij zal zijn, samen eentje kunnen drinken. Op jullie gezondheid. Santé. Santé. Gelukkig getrouwd dag en hiep hiep hoera, hiep hiep hoera.
Maak er een leuke dag van. Dag, Mimi Pipi. Goedemiddag, oom Robert en tannie Liliaan. Van my en Elise, hier uit die sonnige Suid-Afrika. En ja, ons deel vandag een wonderlijke dag saam met julle. Dit is julle 65ste huweliksherdenking en vandag ook my en Elise 32ste huweliksherdenking. Soos 'n voorreg om saam te mag verjaar. 65 jaar, wat 'n mylpaal om saam te mag bereik. En hoe heerlik om dit met julle te mag deel vandag. Ons wil vir julle sê, van ons twee se kant af, hartlik gefeliciteerd. Mag julle 'n wonderlike dag saam met julle geliefdes deurbring. Mag julle saam as 'n paartjie gespaar bly om nog baie avonture mee te maak. Mag julle heerlike gesondheid geniet. En dan wil ons dan net vir julle sê, dankie, baie dankie vir bijna 40 jaar van vriendskap wat ons julle al ken en julle ons, en in hierdie 40 jaar, dat julle ons so op die hande gedra het, julle diep spore in ons harte getrap, spore wat onuitwisbaar is, al is ons so ver van mekaar, is julle nooit uit ons hart, uit ons gedagte nie, is ons lief vir julle, net soos julle ook vir ons lief is, sê baie, baie dankie vir elke keer wat ons daar by julle was, hoe julle ons toegevou het in 'n kombers van omgee en sorg en bederf. Dit waardeer ons uit die hart uit. En ek wil vir oom Robert sê, daar is baie min mense vir wie my pa die agting en die respect en die deernis gehad het, wat hy vir oom gehad het. Dankie wat oom vir my pa gedoen het, dat oom hulle met open arms ontvang het, oom hulle aanvaar het, vir oom en tannie Liliaan se liefde wat julle bewys het aan my pa en ma. Ons waardeer dit ook. Ten slotte net dit, hierdie 65 jaar van huwelik was 'n groot sukses. En hoe kan ek dit sê? Daardie sukses is sigbaar in dit wat julle nalaat. En dit wat julle nalaat is julle pragtige kinders. Julle seun en julle dogter. In hulle en in hulle sukses leef julle sukses. Hartlik geluk daarmee. Ek en Elise wil baie graag dit afsluit deur dalk net vir julle 'n seënbede te sing. En deur hierdie seënbede wil ons opregte hartsbegeerte aan julle toebid en die Hemelse Vader vra om julle twee saam te bewaar en te beskerm. En hier kom dit dan nou. Die Heere sien jou, hy behoed jou, hy laat skyn sy aangesig oor jou, sy genade en sy vrede is jou deel, ja, hy verhef sy aangesig oor jou. Mooi bly! Mooi bly, lief vir julle, baie geluk! Dag mom. Dag pa, 26 november 2020. Jullie zijn vandaag 65 jaar getrouwd. Een dag om nooit te vergeten. Spijtig genoeg kunnen we door al dat coronagedoe het niet samen vieren. Maar volgend jaar in 2021 hopen we van dat wel te doen. Want er zijn heel wat mijlpalen in 2021. Luc wordt 65 in januari, onze Ronnie wordt 60 ook in januari, onze Thibaut die wordt al 18 in februari. En Marleen wordt er 65. In april. In april. En Moe, jij wordt 85 in mei. En ons Valerie wordt 40 in december, als dat geen jaar is om te feesten. Dus één grote reden om er een groot feest van te maken. We hopen dat jullie genoten hebben van alle filmpjes en gelukwensen van de vele mensen die we toegekregen hebben. Geniet nog van jullie dag samen met onze Ronnie en Mirjam.
Dikke kus en santé. Gezondheid.